Een half jaar geleden werd George Vermu de nieuwe burgemeester van Zundert. Wat zijn haar eerste indrukken? Wat zijn haar plannen? We zochten haar op in het nieuwe gemeentehuis. Het begon op 3 juli 2019. In de Sint-Annekapel in Zundert hield Wim van der Donk tijdens haar installatie een toespraak. Op het moment dat die ambtsketen wordt omgehangen na die beëdiging, gebeurt er toch iets bijzonders. Dan ben je ineens van iedereen. Ja, het was zeker een mooie uitspraak die jij deed tijdens mijn installatie. Je bent ineens van iedereen. En ik denk dat dat meerdere facetten in zich heeft. Hè. Ik ben gekend wellicht door iedereen. Dat heeft zich de laatste maanden ook wel ontwikkeld. Maar ik ben er ook voor iedereen. Als burgemeester sta ik tussen onze inwoners. En sta ik ook open voor die ontmoeting en dat gesprek. En ik ben het 24 uur per dag. Is dat af en toe niet een beklemmend gevoel? Ik ervaar het zeer zeker niet als een beklemmend gevoel. In het begin ben ik daar wel heel bewust mee bezig geweest. Hè. Wat betekent dat? Ook in mijn afweging om burgemeester te worden. Maar volgens mij kan ik dit alleen maar zijn door heel dicht bij mezelf te blijven. En 24 uur per dag diezelfde persoon ook te zijn. En ik hoop dat mensen mij als burgemeester ook op deze manier kennen of leren kennen. En dat ook herkennen in mij. De komende periode ligt naast mijn reguliere taken het accent op kennismaking. Een kennismaking waarbij ik raadsleden uitnodig mij mee op pad te nemen naar plaatsen in de gemeente waar men trots op is of waar men uitdagingen ziet. Ik vond het heel mooi om te zien hoe eigenlijk alle raadsleden daarop hun geheel eigen wijze invulling aan hebben gegeven. Dus alleen al door de ruimte die ik hun heb gelaten om daar een eigen invulling aan te geven, heb ik de raadsleden zelf ook beter leren kennen. Want het ene raadslid heeft me meegenomen naar een ondernemer in onze gemeente. Ik ben bij boomtelers op bezoek geweest, bij aardbeientelers of aardbeienkwekers moet ik wellicht zeggen. Mm-hmm. Ik ben op bezoek geweest bij verenigingen, bij het gilde. Ik ben de natuur ingegaan met een van onze raadsleden. En dat zegt telkens iets over wat zijn hun drijfveren om in onze politiek in Zundert ook actief te zijn. Vond u het geen druk programma? Ik wilde niks anders. Nee, want alleen op die wijze kon ik de gemeente in al haar facetten leren kennen. En het mooie was ook wel, ik ben 3 juli aangevangen als burgemeester. Ja, dat waren nog 2 prachtige maanden tot aan het Corso ook. Dus voor mij was de kennismaking met de buurtschappen gelijk ook een hele mooie kennismaking met onze gemeente. Door in de weken voorafgaand aan het Corso met het bestuur op de fiets op pad te gaan. Daar iedere avond een aantal buurtschappen te bezoeken. Maar ook zo het Corso te zien ontstaan tot aan september. Wat is u daar het meest in opgevallen in dat Corso? Toch wel de enorme verbondenheid die ik in de tenten bij de verschillende buurtschappen heb gezien. De gedrevenheid en de samenhorigheid enerzijds en toch ook wel de gezonde concurrentie die ik aan de andere kant ook zag. Ja, het ging ook over uitdagingen. Ja, en tegelijkertijd vond ik het dan ook wel weer mooi. De raadsleden wilden mij vooral laten zien waar ze trots op waren. En uiteraard kom je dan ook met elkaar wel te spreken over uitdagingen die er liggen of die zij zien. Maar dan wel vanuit mijn rol als burgemeester om daarin een verbindende rol te vervullen. Maar we hebben vooral gekeken, waar is men trots op? Hebben ze u verrast? U had natuurlijk al een beeld een beetje als burgemeester. Ik had zeker een beeld, maar toch verrast in de zin van juist op welke mooie persoonlijke manier we die kennismaking hebben gehad. Hè. Je leert ook iets echt kennen over waarom is men in de politiek gegaan, wat beweegt een raadslid nu om actief te zijn in onze gemeente. Hoe is de persoonlijke situatie ook? Wat zijn de afwegingen en dilemma's waar je als raadslid soms ook mee te maken krijgt? Ik heb bijzonder veel respect voor het vele werk wat zij in onze gemeente ook verzet. En ik denk het is ook goed dat dat gezien wordt. Okay. Er wordt vaak wel iets gezegd over politiek, maar ik denk dat we raadsleden niet hoeven te onderschatten. Ze nemen hun werk buitengewoon serieus. Ja. Waar zou u nu een bezoeker beslist mee naartoe nemen? Nou, als ik kijk naar, en dan grijp ik even terug op bijvoorbeeld mijn familie en vrienden die voorheen ook wat minder bekend waren in Zundert. Wat hun het meest verrast heeft, nadat zij de afgelopen maanden hier nu ook wat vaker zijn, is de prachtige natuur die we hier in onze gemeente hebben. Ik denk dat heel weinig inwoners van buiten onze gemeente weten wat er in Zundert op dat gebied te bieden is.
Maar ik heb ook het voornemen om niet alleen mensen van buiten onze gemeente het Corso zelf te laten zien, maar juist ook in de dagen voordien mee te nemen naar de tenten. Ja. En die enorme bedrijvigheid te laten zien, die samenhorigheid die erachter schuil gaat. Dus dat zijn zeker plekken, maar ook momenten in het jaar waarop ik mensen wil laten kennismaken met wat wij in Zunder doen. Ja, mooi dat u de natuur benoemt. Ja, u komt uit Zeeland. Mist u de zee een beetje? Ja, maar ik heb de bossen toch ook wel heel erg leren waarderen. Ja, dat, ik vind het soms natuurlijk af en toe nog heerlijk om uit te waaien aan de kust. Ik ga nu heel graag wandelen hier in de Zunderse omgeving, de Pannenhoef. Inmiddels wel een van mijn favoriete plekken, mag ik zeggen, om een mooie wandeling te maken. Buissenheide, de Krochten. Er zijn al veel verschillende plekken waar ik gewandeld heb. Ja, we hebben het er al een beetje over gehad, maar ik vraag het toch even expliciet. Wat is u de afgelopen maanden het meest opgevallen? Ja, we hebben het er inderdaad wel al een beetje over gehad. Dus ik hoop niet dat ik te veel in herhaling val. Meest is me wel echt enorme organisatiekracht hier in Zundert is opgevallen. Ik benoem het Corso veel, maar dat zit zeer zeker niet alleen in het Corso. Dat is het gehele jaar door. Mijn opa wel eens zei van als het in je kop zit, zit het niet in je gat. volgens mij is dat ook wel Zunderts eigen. Van als men het hier in het hoofd heeft, dan gaat men er ook voor. En dan weet men met elkaar ongelooflijk veel te organiseren en iets prachtigs neer te zetten. Ja. En ik denk echt dat dat iets is waar we in Zundert enorm trots op moeten zijn en mogen zijn en ook mogen koesteren. Maar Zundert is ook een gemeente waar iedereen overal specialist in is en ook overal verstand van heeft. Het college en de gemeenteraad zijn een afspiegeling van de gemeente. Hoe kan het anders? Ja. Bent u het daarmee eens? Nou ja, in de positieve zin des woords. Hè? Niet in de zin van we zijn allemaal eigenwijs, hè? Want dat zou men erin kunnen doorklinken. Ja. Maar ik denk dat er een enorme betrokkenheid bij wat in en om Zundert achter schuil gaat. Voor mij zijn het dan ook experts, maar wel experts waarbij je elkaar ook mag uitdagen. Dus zet twee experts tegenover elkaar en er ontstaat een mooie discussie. En ja. dat kan in Zundert ook. Okay. Hoe zou u de gemeente Zundert willen typeren? Ja, we hebben als gemeente Zundert een typering voor Zundert die ik eigenlijk toch de afgelopen maanden ervaren heb dat die wel enorm past. Hè? De groene gemeente, wat ik zojuist al benoemd heb, maar ook enorm gedreven. We zijn een gemeente die vooruit wil, zowel vanuit onze inwoners, maar ook als gemeente zelf. We hebben echt wel een aantal hele mooie ambities voor de toekomst die onze raad en in het politieke akkoord in een aantal bestuursopdrachten zijn vervat. En gemeenschapszin, hè, wat eigenlijk gewoon de smeerolie in heel onze Zundertse samenleving en gemeenschap is. We zoeken de samenwerking omdat we in gezamenlijkheid met andere gemeenten tot een beter resultaat voor Zundert komen. Daarbij staan voor mij een aantal zaken voorop. Samenwerking op een grotere schaal dient in alle tijden te leiden tot toegevoegde waarde lokaal. Kijk, als Zundert kunnen wij het niet alleen. In Zundert niet, maar ook buiten Zundert niet. We hebben partijen nodig, samenwerking tussen gemeenten, samenwerking over de grens met onze Vlaamse buren, binnen samenwerkingsverbanden zoals een veiligheidsregio die al natuurlijk voor langere tijd bestaat. En daarin denk ik dat het belangrijk is, en die rol wil ik als burgemeester ook echt pakken, om continu met elkaar de spiegel voor te houden, ervaren wij aan beide zijden ook meerwaarde. Want alleen op die wijze is een samenwerking ook een lang leven beschoren. Ja. Hè? Wil je gaan voor een duurzame samenwerking waar je op lange termijn ook echt wel iets uithaalt, ja, dan dient het toetser te zijn van oké, hebben beide partijen, ervaren die nog meerwaarde. Ja. En op het moment dat wij op een grotere schaal samenwerken, zal dat altijd ook tot meerwaarde voor Zunders moeten leiden. Ik heb vanuit mijn achtergrond, we noemden het al in het sociaal domein, in de zorg, maar ook in mijn politiek-bestuurlijke achtergrond al vele vormen van samenwerking gezien, waarbij met prachtige intenties gestart wordt, maar soms na een jaar of twee jaar toch tot de conclusie wordt gekomen van ja, het brengt niet wat we gehoopt hadden.
Hoe gaat u dat waarborgen dan? Ik denk door aan de voorkant elkaar ook goed in de ogen te kijken en het gesprek daarover aan te gaan. En dan moet ik ook zeggen, ik zie dat we in Zundert gewoon een aantal hele goede samenwerkingsverbanden hebben waar wij onderdeel van zijn. Een samenwerking met 6 gemeenten om ons heen waar wij onderdeel van zijn. Maar bijvoorbeeld binnen de veiligheidsregio. En dan gaat het er continu om hoe blijven wij ook de mogelijkheid behouden om daarin onze lokale accenten mee te geven. U heeft veel kleine daden verricht, die tegelijkertijd een groot... In april 2017 nam George Vermu afscheid van de Tweede Kamer. Hij werd daarbij toegesproken door de Kamervoorzitter Kadia Arib. U begon uw medespeech met regels uit het gedicht van Remco Kampert, dat ik zelf ook heel mooi vind. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. De gemeente Zundert heeft een nieuwe burgemeester. Een prachtig verbouwd gemeentehuis en een politiek akkoord met de titel Veranderende wereld, Zundert verandert mee. Welke kleine verandering zou George Vermu graag in 2020 willen realiseren? Welke kleine verandering? Het eerste wat bij me opkomt is dat ik het prachtig zou vinden als we in 2020 misschien vanaf het nieuwe schooljaar dan een kinderburgemeester ook hebben in onze gemeente. En dat is als je het hebt over een tastbare verandering. Een verandering die... Waarom vindt u dat zo belangrijk? Ja, ik vind het belangrijk om onze inwoners van jongs af aan bij politiek te betrekken. Maar ook inwonerparticipatie bij het beleid wat we in Zundert voeren. Dat hebben we heel hoog in het vaandel staan. Ja, en dat begint al van jongs af aan. Wat ik heb gezegd, op 5 november hebben wij begrotingsbehandeling gehad. Dat was voor mij de afsluiting van mijn eerste 100 dagen periode als burgemeester. En daarin heb ik 10 accenten benoemd. 10 accenten die ik op basis van mijn eerste kennismakingsperiode in de gemeente geformuleerd heb. En die ik eigenlijk als richtlijn, als rode draad naar de toekomst en mijn periode ook in Zundert wil hanteren. En ik denk dat ik aan ieder accent wel een aantal concrete acties... Wegen ze allemaal even zwaar of kunnen we daar een volgorde in maken? Nou, ze wegen allemaal even zwaar, maar ik kan er wel natuurlijk enkele uitlichten. Zoals? En over gemeenschapszin hebben we het al gehad. Maar bijvoorbeeld het Vlaamse achterland, daar een concrete actie daarbij is dat ik heel graag de samenwerking tussen de brandweer in Nederland, aan de kant van Zundert, maar ook aan het Vlaamse achterland, dat ik wil kijken van hoe kunnen we in overleg met de veiligheidsregio bekijken hoe dat tot wat concretere afspraken kan leiden. Dat zou zo concreet. Die zijn er wel, maar die kunnen nog verder verstevigd worden. We hebben gezegd, we gaan op regelmatige basis oefenen met elkaar. Je leert elkaars materieel kennen. Ook de protocollen die bij de brandweerposten hanteren. Het gaat daarin ook om elkaar kennen van werkwijze. Ook afspraken, hele duidelijke afspraken bij de verschillende wijzen van uitrukken. Op het moment dat er een oproep binnenkomt, zorgen dat de portofoons over en weer goed werken. Ik noem maar iets. Noemt u dit een kleine daad? Dat zijn wat mij betreft hele praktische afspraken die je kan maken met elkaar. Zodra het internationaal is, dan komt er toch wel een dimensie bij, denk ik, of niet? Ja, en toch gelijkertijd denk ik, van is het ook de kunst om afspraken klein en afgebakend te maken om stappen te zetten. En daarin fasegewijs dat over meerdere jaren uit te bouwen. Ik heb inwonerparticipatie al benoemd, de betrokkenheid van onze inwoners bij het beleid wat wij in Zundert ontwikkelen. Daarin mee kunnen denken. Maar er zijn in Nederland tal van goede voorbeelden ook waar we in Zundert naar kunnen kijken van hoe dat op dit moment wordt vormgegeven. En we hebben daar al grote stappen in gezet als het gaat om bouwplannen die er zijn in onze gemeente. De nieuwe omgevingswet komt eraan. Ik weet dat onze wethouder daar ook kort op zit. Maar ook in het sociaal domein en op andere terreinen gebeurt dat. Maar we kunnen ook kijken van wat kunnen we daar nog meer in doen. Maar het is ook gewoon goed om te kijken, ervaren onze inwoners die meerwaarde nu ook? We hebben nu het traject Heldere Taal in onze gemeente. Waarmee we samen met al onze collega's kijken, als wij nu een brief uitdoen namens de gemeente Zundert, is die dan begrijpelijk voor iedereen? Als burgemeester moet ik er ook op letten dat ik de juiste woorden gebruik en voor iedereen op een begrijpelijke wijze spreek. Maar dat is ook van belang, omdat in al onze uitingen als gemeente, in de brieven die we gebruiken, in de gesprekken die we voeren, ook toe te passen. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn waarbij
ja, inwoners ook weer meerwaarde gaan ervaren van hoe we als organisatie aan de slag zijn. Het beruchte en beroemde gezelschap van de jongsten zou jou als opdracht willen meegeven om de jongste burgemeesters, de Rode Lantaarn, op een creatieve manier te werken in een van de komende corso's van Zundert. We laten ons daar uiteraard graag voor uitnodigen. U schreef ook op 1 mei 2010 op de website van de Partij van de Arbeid het citaat: als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten. Die was van Martin Luther King. Hoe kijkt u nu, bijna 10 jaar later, hier tegenaan? Nou ja, ik deel die uitspraak. Ik vind dat nog steeds een mooie, mooie quote. Hè. Het kan soms helpen om de hele trap te zien om die eerste stap te zetten. Maar met enig vertrouwen. En ik denk dat dat ook misschien wel symboliseert de stap die ik nu gezet heb om op deze leeftijd het ambt van burgemeester te gaan bekleden. Je moet soms ook het vertrouwen hebben van, ik vind daar mijn weg in. Ik ga nu de eerste stap zetten om dat te doen. Want dat is het natuurlijk, je kunt het vertrouwen hebben. Maar is het ook een risico wat je dan eigenlijk moet nemen? Of? Ik zie het inderdaad veel meer als vertrouwen en een bepaalde vorm van lef hebben dan als een risico. Hè? Risico's, daar sta je samen met anderen in. Dat is door wel overwogen, wel de stappen te zetten. Dus die eerste treden op die trap, ja, die neem je wel overwogen. Het is niet door met oogkleppen op die stap dan te zetten. Je probeert toch, en dat gaat ook als wij in Zundert een beleidskeuze maken, dan kijk je ook vanuit alle perspectieven naar een vraagstuk. En dan neem je niet het risico door te zeggen, we nemen maar 2 perspectieven aan en de andere 3 die zijn er niet. Dus het gaat om de weloverwogen keuzes die je maakt. Dankjewel.